Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we een lijn met dikkere bewolking boven het de noordelijke deel van het land liggen. Uit die lijn valt nog van tijd tot tijd regen of motregen en het neerslaggebiedje verplaatst zich langzaam zuidwaarts. Daardoor kan het niet alleen in Noord-Holland, Overijssel en Flevoland, maar geleidelijk ook in Gelderland en Utrecht licht gaan regenen. In het uiterste noorden schijnt nu al de zon. Dat zonnige gebied breidt zich ook langzaam uit, en ook in het zuiden kan af en toe de zon gaan doorbreken. In de gebieden met zon 16 tot 18 graden, onder het wolkendek 14 graden. Vanavond houden we deze verdeling. De meeste bewolking over het midden van het land. In het noorden en zuiden schijnt van tijd tot tijd de zon. Temperaturen dan 12 tot 15 graden. Morgen worden de verschillen kleiner in het land. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft zowaar eens overal droog en de temperatuur loopt weer op, tot rond 20 graden in het binnenland. En ook de vooruitzichten voor zaterdag en zondag zien er prima uit. Zaterdag veel zon, zondag wat meer bewolking, maar blijft wel droog. Temperaturen erbij 17 tot 20 graden. Maandag neemt de kans op een bui toe, maar de temperatuur blijft rond 20 graden uitkomen. Misschien gaat die nog iets omhoog. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.